Dit is een van de boekjes die ik gemaakt heb. Ik hou heel erg van het kijken om me heen naar de leuke dingen, maar ook vooral de opvallende dingen, om die in beeld te brengen. En daar heb ik vormgegeven in de titel Kijken, gewoon in het dagelijks leven rondkijken. Ja, eigenlijk is het sprookje van alle dag, van elke dag. In een soort vertelling vormgegeven, in één gedicht, waarbij alle facetten van de foto's die je straks ziet terugkomen in het korte verhaal. Want er was een boom die tegen een vogel zei: wat ben je mooi. Kom, rust uit in mijn schaduw en luister naar wat ik je vertellen wil. Kijk goed om je heen en de wereld zal zich aan je tonen. En als je dan het boekje doorgaat, dan komen al die facetten uit het gedicht terug. Om lekker in te verdwijnen. Combineren van structuren, verschillende soorten structuren. Als kind heb ik altijd al veel met tekenen en schilderen gewerkt. En laatst vond ik deze werkjes terug bij het opruimen op zolder. Ja, toen was ik een schoolkind. Dus als ik kijk, ja, dan zie ik die fantasie en dan denk ik, oh, wauw, dat is toch wel even geleden, 1970. En deze vond ik ook. Oh. 1969. En dat deed je dan op winteravonden of... In die tijd hadden we thuis nog geen tv en dan kon je je creativiteit uitleven. Dit is een foto uit mijn fotoserie Reborn Beauties. Daarbij gebruik ik materiaal wat ik om me heen vind, scherven, dingen die iemand wie die een ander weggooit of die nutteloos zijn geworden. En daar zitten vormen en kleuren aan. En dan ga ik combineren en dan wordt het een bepaalde compositie. En zo kan ik de meest uiteenlopende materialen met elkaar combineren en kijken wat er gebeurt. En dat is het leuke en spelen met ontdekkingen doen. Een digitale fotocollage en die heb ik gemaakt in de coronaperiode, in de tijd dat we allemaal thuis moesten blijven en dat zette echt de wereld op zijn kop. En toen ben ik achter de computer gaan zitten en toen dacht ik, wat is nu de essentie, wat gebeurt er eigenlijk? Want het is wel overweldigend dat een maatschappij en een land zo plat gelegd wordt. En toen dacht ik, de wereld wordt op zijn kop gezet en het binnenleven en het huiselijke leven is prima, dat zijn we gewend. En dat zit ook vol met kleur, maar het heeft nu ook zijn donkere kanten. We kijken naar buiten en we proberen het binnen goed te maken, goed te houden. Dit misschien een symbool voor iedereen die in die tijd binnen heeft gezeten.
toen ik 18 was. En toen ben ik de verpleging ingegaan en heb ik heel veel facetten van de verpleging meegemaakt. Dus in verschillende beroepen, in verschillende functies, zeg maar. Dat begon natuurlijk in het ziekenhuis, in serviceopleiding, toen intensive care. En toen, je op een gegeven moment sticht je in gezin. En in die periode dat je dus zelf je ontwikkelt in je beroep, dan zakt de kunst weg, want dan heb je geen tijd. Dan krijg je kinderen. Toen ben ik wel weer de verpleging ingegaan. Maatschappelijke gezondheidszorg, wijkverpleging. Toen in de jeugdgezondheidszorg. En toen mijn kinderen jong waren, toen dacht ik op een gegeven moment, ja, die kunst, daar moet ik wel iets mee. En toen ben ik naar de AKI gegaan. En die heb ik in 2008 afgerond op het vak fotografie. Nou, en toen had ik eigenlijk zo'n leuke basis. Want naast het dagelijks bestaan krijg je er een dimensie bij. En dat is gewoon heel erg leuk. Ja. Dimensie van fantasie kunnen toepassen. Dus normaal als je door een stad loopt, dan kun je zeggen, oh ja, ik heb wat leuke dingetjes bedacht. Maar nu ga je het omzetten. En dat geeft heel veel inspiratie. Als je interesse hebt in mijn kunst, ben je welkom in mijn atelier.